En we hebben twee DNA-kids. Zijn wij related? Ik denk dat ze het over jou heeft. Het is familie van jou. Ja. Krijg nou wat. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tanties. Welkom bij een nieuwe video. We hebben vandaag iets heel erg leuks. Want dit is iets wat ik eigenlijk al heel erg lang wilde. En jij hebt het een paar jaar geleden een beetje onderzocht. Hè? De stamboom en zo, toch? Van mezelf, ja. Ja. En ik ben niet verder dan Brabant. Nee, maar je hebt wel, zeg maar, toch aardig wat gevonden en zo. Ja, ja. Ik wilde dit al heel graag doen, want ik ben ontzettend benieuwd naar mijn Italiaanse kant. Maar ook zeker de Nederlandse kant, zeg maar, van mijn moeder. Want een broer van mijn oma heeft ooit uitgezocht dat wij zigeunerbloed hebben. Ja, dat vind ik wel ontzettend interessant. Ja. Heel erg benieuwd. Toeval wilde dat we een mailtje kregen van een jonge dame. Die vroeg of dat wij twee DNA My Heritage Kids wilden ontvangen. En daar dan een leuk filmpje over maken. Dus dat heb ik meteen geaccordeerd. En heb ik ja gezegd. En hebben twee kindjes. Dat is mooi zo. Hebben twee DNA Kids. Eentje voor jou en eentje voor mij. Ja. Ik weet nog niet echt wat we moeten doen en wat voor DNA we op moeten geven. Ik begreep in ieder geval wel dat het beste is om niet binnen een half uur voor de test, zeg maar, te eten en te drinken. Oké. We gaan eens even uitzoeken wat we moeten doen. Rotating draaien voor ongeveer 30 tot 60 seconden. Dat was zeker 40 seconden. Dus dan zo. Ja. Kunnen ze dit zien? Je breekt hem af. En dicht? Ja. Maar ik denk dat het gewoon voor de zekerheid is. Dat je sowieso twee samples hebt. Ja, dus die andere. Er zit namelijk een soort van zakje bij. En dit is het flesje. Ik ga hem openen. Doe hem erin. Break it. Zou er voor jou ook nog een teleurstellende uitslag kunnen zijn? Nee, want ik ga er gewoon vanuit dat ik puur Hollands ben. En als het nou niet zo is, wat zou je meest leuk vinden qua afkomst? Weet ik echt niet. Nou, nu niet. Zou je toch wel zeggen dat ik gewoon ergens uit Afrika of zo. Dat Surinaams bloed inderdaad. Ja, dat mijn huidskleur zegt er niet van. Dat is raar, want nou denken jullie allemaal dat ik denk dat Suriname in Afrika ligt, maar dat was niet zo. Dat wilde ik in eerste instantie zeggen, maar dat je inderdaad wat donker bloed hebt. Ja, maar ja, mijn huid zegt dat niet. Maar mijn haar zegt wat anders. Daarvoor ook al trouwens. En je stem dus, ook. En mijn stem ook, ja. Ik heb wel een hele mooie jazzy, donkere stem. Ja. Zo. Ik gok dat er alleen maar kaaskopjes uitkomen, zeg maar. Ben je zo benieuwd? Ja, ik ook. Alleen is het helemaal omgedraaid. Heb ik alleen maar Duits en Nederlands bloed? Ja, dan ben ik helemaal exotisch. En ben jij de exotische van de twee? En we komen snel terug bij jou met de uitslag. Hey. Hallo! De uitslag is binnen. Ik ben zo benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. We gaan even wat kijken. Denk je? Ja, ik denk dat het bij mij niet zo heel veel spannend uit gaat komen. Ik denk dat die van jou interessanter is. Ja, jij bent inderdaad gewoon 100% Belgisch. Allee. Allee, amai, we zitten hier. En ben je nog bang voor verrassende DNA-matches? Bang, zelfs. Ja, bang. Nee. Spannend. Ik zou het wel heel grappig vinden als er dan iets uitkomt of zo waar ik mijn kroeshaar vandaan heb. Dat er gewoon net komt van, je bent eigenlijk Afrikaans of zo, ja. Weet je wel. Nee, ik denk dat er niet zo heel veel spannend uit gaat komen. Ja, dit is MyHeritage homepage. Ja. Ja. Ja.
En je hebt al, dat had je natuurlijk al een soort van gedaan, je familie tree. Ik heb al eerder stamboom. Een stamboom gemaakt. Kijk, dit is mijn vader toen hij heel klein was. Oh. En hier toen hij groot was. Als ik goed begrijp, heb ik een beetje zitten lezen, waren dat zwart-wit foto's die je gekleurd hebt. Deze hebben we gekleurd inderdaad. Dat kan dus ook bij My Heritage. Kijk, hier zie je hoe die was. En hier heb ik hem ingekleurd. Dat is echt super dope. Cool, hè? Ja. Dit is mijn moeder toen ze klein was. Kijk dan, joh. Mijn oma die ik niet gekend heb. Mijn opa die ik niet gekend heb. En de vader van... Kijk, dit is ook heel gaaf. Dit was dus ook een zwart-wit foto. Dus de vader van mijn vader. En die heb ik dus ook gekleurd. Dat is echt super wazig. Cool, hè? Ja. Ja. Spannend. Even kijken. Je moet naar DNA. DNA. Oh ja, dat... Ja, dat kan ook, daar. En dan geschat naar etniciteit. Ja, inderdaad. Jouw effort. Here you go. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ben echt zo benieuwd. Even 3. Go. Oh, hij moet wel heel lang nadenken. Misschien is het wel iets heel bijzonders. Ja. Wauw, check dit dan. Ik ben gewoon 100%. 100%. 100% kaas ben ik. Verrassend. Even kijken. Noord- en West-Europees. Je bent gewoon 100% Nederlands. Nee, wat staat er? Noord- en West-Europees. Ja, maar er staat wel... Ja, ik zie hier alleen maar Nederland. Nederland, Nederland. Dus... Ja. Nederland. Noord- en West-Europees. Dus Nederlands, Duits, Frans... Ja, goed, en dat is dan natuurlijk vanuit, denk ik persoonlijk, vanuit oudsher het samenkomen van je DNA. Het samenkomen van alle grote groepen mensen die destijds geleefd hebben, lijkt mij dan. Ik heb werkelijk geen idee, maar het is natuurlijk ook wel vrij uniek dat je gewoon echt een 100% puur Hollands persoon voor je hebt. Ja, hè? Dus als je... Nederland, Nederland, ja, dat is echt geen enkel andere... Buitenlands land. Nee. Alles Nederlands, 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 ja, Nederlands. Is dat Nederlands, Duits, maar... Ja, ik denk niet dat dat echt... dit is betrouwbaarheidsniveau hoog. Nederland. Wauw. Ja, maar dat is toch ook best wel bijzonder, hè? Dat ik gewoon... Ja, je kan mij dus vergelijken met... Zij is puur Hollands. Ja, je wil bijna zeggen blauw bloed. Hè? Nou. Nou, leuk. Ja. Ja, wel compleet volgens jouw verwachting. Ja. Nou, laten we die van jou eens kijken. Ja, nou, ik echt. Ik heb dus onder mijn accountnaam 2 mensen ingestuurd. Dus ook die van Sergio. Ja. Here we go. Even. Oh. Oh. Bij jou is het anders. Wat? Grieks? Grieks van Zuid... Mag ja. Ik even? Huh? Ja, ja. Italiaans, Griek, maar waar is Nederlands? Ja, gewoon niet. Ja, alleen hieronder. Hè? Kijk dan. Palermo ook. Dat is wel knap, hè? Dat is wel knap. Staat dat ze gewoon niet... weten van Palermo zelfs. Hier, Balkan, Engels, Fins. Nee, maar dat is allemaal 0%. Ja, oké, maar het zit er wel een beetje in. 7 genetische groepen, 53 genetische groepen. Noord- en West-Europees. Dus dit is al een beetje... Ja, dit is Nederlands. Ja. 297 genetische groep. Nou, dat is in ieder geval nog het meeste, gelukkig. Ja. Iers, Schots en Wels. Dat is cool. Well, I've always felt a real, real strong connection with the Irish. Drinking a pint. Daarom vind ik How to Train My Dragon ook zo leuk. Ja. Ja. Ja, en Grieks is wel iets... Daar had je wel eens wat over gehoord, hè? Dat vind hè? Ik wel heel interessant. Ja, niet in mijn afkomst, maar iemand vertelde mij dat Politi, de achternaam, van oorsprong Grieks is. Volgens mij heeft Maarten dat verteld. Oké. Okay. Wauw, wat leuk dit. Dat is wel heel grappig, inderdaad. Maar zie je nou ook nog contact met mensen dan? Dat vraag ik me dan af. DNA-matches misschien? Ja. Wat is Ashkenazisch Joods? Maar dat was meer zigeuner. Ja. Hè?
Ja, we hebben zigeunerbloed inderdaad. Ja, komt dat hier ook uit? Nou ja, in zoverre Scandinavisch. Noorwegen, Zweden. Ja, dat zou... De broer van mijn oma heeft het destijds een keer uitgezocht. Zou meer van Lapland en Latland en zo moeten zijn. En dat ligt weer meer hier. Lapland? Iberisch. Lapland. Ja, Latland. Letland. Letland, ja. Lapland en Letland. Ik ben helemaal verslag. Helemaal verslag. Ja, en Iberisch. Ja, misschien dat ze daar... Maar je zou dit doen met je vrouw en dan erachter komen dat je gewoon DNA-verwant bent. Ik heb een berichtje. Nou, open jij je maar, want... Wat is dit nou voor spannend? Heeft iemand contact gezocht met jou? Ik weet van niks. Het is een 80er. Betreft mij eens. I looked at the family tree and found Helena Katharina Custis, born 1862. With no parents in the tree. I looked on wieiswie.nl. Wie was wie? Oh, wie was wie? And found Helena Katharina Custis, born... In Helmond, waren. Her parents were Hendrikus Kussens en Hendrinka Koden. My grandfather, born in 1879 in Rasmalen denk ik. So definitely not the same Hendrikus Kussens, but they could be related somehow, especially since I DNA match 18,4 cm with Sergio Polit. I. typing mistake. It's Hendrik. Oh. Hé. Dus dit zou dan... Dus iemand denkt ergens verwant te zijn met jou. Hendrik... Via een overgrootvader dan. Overgrootvader. Dus een broer van haar opa. Het is grappig, ik weet niet precies waar het op slaat, maar ik zie hier en daar 29 november 1898 in Deurne. En heel veel van mijn vaders kant familie komt uit Deurne. Jouw familie weer uit Deurne? Ja. Zijn wij related? Wat grappig. Ik heb dus, moet je kijken, als we even deze kant op gaan. Dit is dus mijn vader, zijn ouders... Dan heb je weer de ouders van mijn opa. Oh, maar hier gaat hij ineens verder bij mijn oma. Dus de moeder van jouw vader. Kijk, hier. Ik was best wel ver, zie je? Mijn oma. Dit zouden dan haar ouders zijn. Ja. En dan heb je de ouders van haar vader weer. Dus de opa en oma van mijn oma, snappen jullie het nog? En dan weer de manskant. Maar kijk hier even. Ja, maar heeft ze het dan niet over jou? Want het is Custis. Hè? Ik denk dat ze het over jou heeft. Het is familie van jou. Ja. Krijg nou wat. Zij dacht dat het voor Serge was, maar het is van mij. Nou ja, kijk en moet je kijken, ik weet niet of het kan zien, maar moet je die foto zien? Wauw, was dat, wanneer is volgens de foto, mij is dit een foto die mijn vader heeft gehad of zo. Of had ik die nou, ik weet het niet meer. Overgrootvader en overgrootmoeder van de einde, 1855 plus minus. 1855. Leuk, hè? Ja, ik krijg daar zo'n kriebels van. Dat je denkt van, hoe hebben die mensen geleefd? En bij mij gaat het dus door tot 1757 dat iemand geboren is. Ja. Ja. Jenne, Maria, Jan, Laurens van de Beek.
Wauw. Ja. Maar hier staat ontdekking. We vonden hem van de zanden. Ja, druk maar. Ik weet niet. Hier, weer Deurle. Ja. Willem van der Beek, Johannes Willem, hè? Ja, gok dat dat dan inderdaad dezelfde zijn. Match. Match bevestigd. Kijk, en dan komt er ineens weer iets bij. G Verbund. Oh, Verbund. Dat is een, horecafamilie in Tilburg. Ja? Volgens mij. Maar dat is dus... Kijk, het is toch leuk, die foto er weer bij. Hoep! Sorry. Hier zijn er 40 personen die u aan uw standpunt kunt toevoegen. Oké. Okay, ja, jij gaat lekker. Ik ga lekker. Ja, grappig, hè? Nou, echt. Ja. Maar leuk, hè? Kijk, ik had deze al gemaakt toen wij Jesse Silver nog niet hadden. Oh ja. Dus hier moet Jesse nog even toegevoegd worden. Zal ik dat even doen? Een zoom toevoegen. Ja. De nieuwe generatie. Ja. Nou, terwijl het René even onze zoon toevoegt op onze stamboom. Schrijf Eugenios. Eugenios. Jesse Silver Hendrikus Eugenios. Oepsie. Profielfoto, is dat zijn achternaam? Nou, terwijl dat René Jesse Silver met een verkeerde naam toevoegt aan onze stamboom... wil ik jullie even vertellen dat in de beschrijving een link staat waarin jij zelf je DNA-kit kunt bestellen. Ja, en als bonus kan je dus voor 30 dagen gratis een gezinsuitbreiding abonnement erbij nemen. En als je het daarna verlengt, dan krijg je nog 50% korting. Ik zeg doen. Wij vinden het echt superleuk. Ik vind het onwijs leuk. Ik had anders nooit geweten dat ik gewoon... Iers en Wels bloed heb. Nee, precies. En dat ik gewoon 100% kaas ben. Ja, dat is ook leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Ik was er al mee bezig. En toen, ja. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk vooral eventjes, mocht je het ook interessant vinden. Wij gaan nog eventjes verder met onderzoeken. I just wanna see where your love can take me when I'm with you.